In die laatste maanden van haar leven het die 25-jarige Andrea Venter in vrees gelewe voor haar vriend Gerhardus Jansen van Vuren. Zij het aan haar ma gesê, sy glo hy gaan haar dood maak. Sy was te bang om te slapen, want toe sy uitgevind hy weet waar sy bly. Sy was te bang, sy slaap en hy kom in haar woonstel in sonder dat sy dit weet. Sy is toe vermoor. Hy het aan haar bewering aangerand en haar neus en kakebeen gebreek. Sy is dan haar keel afgesny met een sakmes. Jansen van Vuren het 3 maanden geleden borgtog gekry en het toe naar Brazilië koers gekies op een vlug vanaf die Koning Shaka lughawe in Durban. Die politie het een wenk ontvang daaroor en vastgesteld dat hij met een vals paspoort landuit is, maar nou het Interpol om aangekeer. Because we do not have an extradition treaty with Brazil, NPA and ourselves will process the application through diplomatic channels. We're hoping that within a reasonable time we'll have him here in South Africa. Verlig en ontsteld oor hy so ver gekom het, voor hy gearresteer is. Als zou Jansen van Vuren schuldig bevind word en die zwaarste straf krijgt, is dit een geringe vertroosting voor die Venters.